Goed gespeeld. Uitstekend, dominant aan het net. Goed aangesloten. En zelfs Tsonga met zijn voetenwerk kan dit niet belopen. Ja, dit is Tsonga ten voet uit. Dicterend in de rally met die geweldige voorhand. Ja, knappe bal zeg. Rustig gebleven. En hij slaat die passing er langs. Met heel veel gevoel. En de eerste set wordt in een tiebreak gewonnen door Igor Seisling. Wat een merkwaardige set hebben we gehad. Tsonga met de kans om heel snel de break te maken in de eerste service game van Seisling. Kreeg 3 breakpunten, wist niet toe te slaan. Kreeg daarna nog een keer een breakkans. Maar in de tiebreak is het Seisling die de eerste set wint. Hij doet dat in 42 minuten. En is nog 1 set verwijderd, want zo is het ook. Van een absolute sensatie hier in Rotterdam bij de 40e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Super gespeeld hoor. Prachtig om te zien, zeker bij die eerste volley, hoe goed en snel die aansluit bij het net, Seisling. Bal voor zich geraakt. En dan heel rustig wacht hij de reactie van Tsonga af. Het is de tweede keer dat Tsonga over geluk niet te klagen heeft. Dit is wel een super volley. Kijk eens hoe blij hij hiermee is, Tsonga. Hij weet ook hoe belangrijk deze fase in de wedstrijd is, in deze set. Zojuist 2 breakpunten weggewerkt door Tsonga. Nummer 8 van de wereld en dan deze prachtige volley. Krijgt die bal toch op zijn voeten gespeeld. Okay. Daar is de break. Tsonga. Een dubbel setpoint. En met een ace maakt hij het uit. De kansen leken er te zijn voor Igor Seisling. Hij kreeg met een 4-3 voorsprong een dubbel breakpoint. Kon het niet benutten, dat dubbele breakpoint. En daarna is het eenrichtingsverkeer geweest. Tsonga wint de tweede set met 6-4. Goh, wat een reflex. Wat een punt van Seisling. Tsonga blijft er toch lang in hangen. Schitterend gespeeld. Mooiste punt van de wedstrijd. En een klein gedeelte van het publiek gaat daar zelfs voor staan om te applaudisseren voor Igor Seisling. Gelegd. En kijk eens aan. Het is matchpoint voor Igor Seisling. Voor misschien wel zijn grootste zegen, nou ja, dat weet ik wel zeker, in zijn carrière tegen Jo-Wilfried Tsonga, de nummer 8 van de wereld. Maar het matchpoint overleeft. Veel overtuiging, goede service en met die voorhand. Waar hij patent op heeft, slaat hij de winner. Maar hij heeft wel heel wat fouten gemaakt aan het net.
met zijn volleys. Ook nu weer. En dus het tweede matchpoint voor Igor Seisling. Seisling. 2 uur gespeeld. Dan krijgen we de absolute sensatie hier in de eerste ronde in Rotterdam. Nou, vooralsnog niet. Jawel, die bal was in. Het is gebeurd. Het is gebeurd. En kijk eens, ja. We gaven het aan. Hij is een ijskonijn. Hij is een coole kikker. Weinig emotie. Maar ja, nu mag je wel emotie tonen. Igor Seisling zorgt hier in Ahoy voor een absoluut daverende verrassing. Het publiek staat rechtop. En heeft een ovationeel applaus in huis voor Igor Seisling. Wat een knappe zege boekt hij hier vandaag. Hij begon zo moeizaam. Moest meteen een aantal breekpunten wegwerken. Maar pakte de eerste set in een tiebreak. 7-3 was de stand in die tiebreak. Tsonga kwam op achterstand in de tweede set. 4-3 was het voor Seisling in die tweede set. Een dubbel breakpoint was er voor Seisling. Maar hij kon de 5-3 niet maken. Het werd 6-4 voor Tsonga in de tweede set. En dan in die derde set is het toch Seisling die de overwinning uit het vuur sleet. De derde set wint met 6-4 en zich hier plaatst voor de tweede ronde. Ten koste van voormalig finalist en de huidige nummer 8 van de wereld, Jo Wilfried Tsonga.